Dan is het nu tijd voor de rondleiding bij onze vijfde Workaway. Dit is de oprijlaan en zoals je overal kan zien zijn er een hoop olijfbomen, 60 wel te verstaan. Hier zo is de Vegetable Garden. En hier zo beneden nog. Dan zie je hier zo het huis. Ze hebben trouwens een totaal van 3 hectare grond eromheen. Dat is best veel. Lopen we nu even naar de studio die zij aan het bouwen zijn. Daar moet nog een hoop gebeuren zoals je kan zien. Maar daar gaan Ginny en ik zeker ook nog aan meehelpen de komende tijd. Dan zie je hier bijvoorbeeld een mooie vijgenboom. Ja, wat dat betreft, hier zo in het zuiden van Frankrijk groeit alles super. Dan is hier de garage. Dat was een bende. En nu kan je er weer enigszins lopen. Dat klusje hebben Ginny en ik gisteren en vandaag gedaan. Nou, dan gaan we nu even het trapje omhoog. Hier staan ook allemaal tomatenplantjes, chiliplantjes. Dit is de greenhouse, waar ook wat plantjes staan, maar ook allemaal spulletjes van voor de tuin. Nou, hier is ook allemaal nog tuin. We lopen nu achter het huis langs. Naar de in richting het zwembad gaan we nu. Nou, het is echt niet normaal hoe groot dit is. Zij hebben dit 20 jaar geleden geërfd van de moeder van Candy. Zij hebben het de afgelopen paar jaar hebben zij het dusdanig verbouwd. Nou, dit is dan de voorkant of de achterkant van het huis. Ja, en hier beneden dus is ook nog allemaal grond van hun met deels olijvenbomen en deels gewoon tuin. Hier ook nog allemaal. Nou, hier liggen Ginny en ik lekker te zonnen elke middag. En dan gaan we nu naar het zwembad. 12 meter, dus we kunnen hier gewoon prima baantjes trekken. Ja, en elke keer als je hier dus buiten in de tuin bent, dan heb je dus constant het uitzicht over Mont Canigou, de berg waar wij dus van de week naartoe zijn gegaan. Nou ja, daar zie je hem liggen. Dat is niet vervelend, kan ik je vertellen, om daar elke keer naar te kijken. Nou, dan gaan we nu weer terug om een kijkje binnen in het huis te nemen. Dan komen we in onze slaapkamer. Hallo. Hey, wat een verrassing. Ja. Met ons bed. Hier een prima kast. Computertafeltje. Dan gaan we naar onze eigen badkamer. Een lekkere douche. Zelfs een bad. Daar hebben we nog geen gebruik van gemaakt. En de wc. Dit is de living. En dan heb je hier zo het terras. Met wederom het uitzicht op de bergen. En dan, last but not least, de keuken. Candy houdt heel erg van koken.
Wij ook. En van lekker eten. Nou ja. In zo'n lekkere grote keuken. Lukt dat wel? Dus je kan je voorstellen dat wij het ons hier prima naar onze zin hebben.